Ja, die Erik, die paardenkop. Ik bedoel, die laat zich dus door Brabants bondje, laat hij zich dus terugsturen naar Frigide. Ja, ze zei dan, ga dan maar eventjes praten met haar. Nou, en daar ging hij dan, onze held. De paardenkop op naar Frigide en zegt, ja, Brabants bondje, die zegt net tegen me, ga dan maar even met haar praten. Die Cupido, die gaat daar toch geen pijl aan verspillen? Ja, hou even op zeg. Waarom? Hé, hey, paardenkop, jij had als een paard galopperend door die stallen naar haar toe moeten scheuren. En je had haar moeten oppakken, bang! En in een hooiberg moeten gooien en er bovenop moeten duiken. Kijk, dan kom je binnen in een vrouwenhart. Niet met Brabants bondje heeft me nog even gestuurd. En daarom zijn we nu Frigide kwijt. Ja, in de boer zoekt vrouw. Maar wie we nog steeds hebben, is natuurlijk onze vriend Geert. Onverstaanbaar. Ja, ja, onverstaanbaar. Die is gered door de gong. Want onverstaanbaar, die wilde dus eigenlijk met Vera, met het skelet. Ja, maar skelet die kwam heel, die kwam gelukkig tot inzicht. En die dacht, ik heb geen zin in een man die constant met ondertiteling praat. Daar heeft ze geen zin in natuurlijk. Dus die zegt tegen onverstaanbaar, salut, ik ben weg. Tuurlijk. Maar die onverstaanbaar, die zei toen gelijk van, ja, maar dat voelde ik zelf ook wel dat het niet werkte. Oh, vuile leugenaar. Hé, hey, onverstaanbaar. Nee, want jij had trek. Jij had gewoon trek in dat skelet. En je bent gelukkig gered. Want nu zit je gewoon vrolijk met dikketje dap. En ik weet diep in je hart dat jij geen trek hebt in dikketje dap. Maar dikketje dap, die Angela wel in jou. Want die, ja, die is vol van jou. Dus dikketje dap, wees verstandig. Ga daar niet volledig voor. Want je zal enorm worden teleurgesteld. Zitten we nog met die Bastiaan? Ja, die Witlof. Ja, want die is alleen maar bezig met Witlof en werk. En die kijkt helemaal niet om naar die meiden die hij heeft. En heeft hij er nog zo'n vrolijks, hoe heet die, Elise, zo'n mopsneusje zitten. En mopsneusje, die ziet het nog wel zitten in die Witlof. Helemaal niet doen. Mopsneusje, gewoon helemaal vergeten. En die andere, dat is die Milou, dat is zeg maar dan de mooiere versie van Mopsneusje. Die moet jullie tweeën, meiden, luister goed naar mij. Wees verstandig. Witlofje is alleen maar bezig met werk en Witlof en weet ik veel. Dus wees verstandig. Nu het nog kan. Ga er vandoor. Als een dief in de nacht. En je zal zien, Witlofje merkt het niet eens. En hebben we er nog één die een keus moet maken volgende week. Ja, dat is die Geert-Jan. Zeg maar dubbelzinnig. Dubbelzinnig, die heeft nog twee dames. Die heeft nog ene Karin, dat is artistiek, noemen we die even. Dat is artistiekje. En artistiek, die moet het opnemen tegen Jacqueline met zo'n achterwerk. Die noemen we even batterij. Dus batterij en dubbelzinnig, dat zou eigenlijk de beste combinatie zijn. Ja, dat is de keus voor dubbelzinnig. Die moet dus kiezen uit artistiek en uit batterij. Nou ja, goed, en dan komt hij dan weer niet uit. En dan gaat dubbelzinnig. Die gaat dus helemaal zitten shimmyen de hele tijd. En dan, ja, ik vind het alle twee zo leuk. Hé. Wees een kerel, dubbelzinnig, en maak een keus. En ik voel het aan mijn water dat jij neigt naar artistiek, maar artistiek is niet geschikt voor zo'n boerderij. Dus wat je moet doen, hé, neem mijn tip aan, batterij.